Dit zijn dus echt vaak de dingen die je vergeet. Een broodrooster, dat vind ik echt top. En die is maar 9 euro. En dat is dus ook gelijk een tipje, deze dwel. Hoi, en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op het kanaal van Action. Ik ben Floor Delver en je zou me misschien al kunnen kennen van mijn eigen YouTube kanaal of van Instagram, dat dan ook nog. Gewoon Floor Delver. Vandaag heb ik een uitzetvideo voor jullie. Goh, echt helemaal leuk, helemaal zin in. Past helemaal bij mij. Nou, wat is uitzet? Wat houdt het in? Als je uit huis gaat, dan neem je vaak al bestek mee, bordjes, servies, stoffer en blik, dat soort dingen. En daar spaar je dan al een beetje voor. Tenminste, dat is wat ik doe. Ik ben nu net 20 en het is nog niet dat ik denk, ik ga nu zeg maar gauw uit huis. Maar het liefst wil ik dat wel. Dus ik ben al echt super erg aan het sparen voor mijn uitzet. Ik heb echt al een heleboel gespaard. Dus ja, vandaag ga ik naar de Action en ga ik wat uitzetdingetjes halen. Maar ook echt dingen die je gauw vergeet. Je hebt natuurlijk al vrij snel dat je borden gaat sparen of bestek. Maar je vergeet al vaak de stoffer en blik, een emmer, een dwel, een tosti-ijzer, dat soort dingen. En die dingen moet ik nog hebben voor mijn uitzet. Dus daar ga ik vandaag naar kijken. Oké, ik heb dus al een uitzetlijst en dit zijn een beetje de dingen die ik nog moet. Het zijn vooral echt keukenapparaturen dingetjes. Maar ik heb daar al voor mijn verjaardag het een en ander gekregen. Dus ja, we gaan even kijken wat ze hierbij nog verkopen bij de Action. En dit zijn dus echt vaak de dingen die je vergeet. Dus heb je zin in deze video? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal van de Action. En dan gaan we snel door naar de Action en kijken wat ze hebben. Nou, hier heb je alle apparaten natuurlijk. Maar ik ga voor deze. Een broodrooster, dat vind ik echt top. En die is maar 9 euro. En je hebt hier ook natuurlijk de theedoeken. Dat vergeet je ook heel snel. Dus dan ga ik denk ik deze doen. Even kijken, dit zijn theedoeken. Je hebt hier nog meer. Je hebt gewoon best wel veel. En natuurlijk messen. Keukengerei. Pannen. Dus ik ga even kijken wat ik hiervan ga meenemen. Oeh, er zijn al wat herfstdingen. Maar ja, daarvoor komen we nu niet. Maar wel heel leuk. Goed, en ik ben weer terug van de Action. Het was echt super leuk om daar eventjes te gaan shoppen voor mijn uitzet. Ik kwam er tijdens ja, het lopen daar door de Action zeg maar achter wat ik eigenlijk nog nodig had. Nou, en het is echt goed gelukt. Ik heb heel veel kunnen afvinken van mijn uitzetlijstje, dus daar ben ik echt blij mee. Dus een tip van mij voor jou, wil je gauw uit huis? Kijk eerst even op internet naar een uitzetlijst. Want daarop staan echt dingen waarvan je denkt, oh ja, inderdaad, dat had ik anders echt vergeten. Dus mijn tip voor jou. Ik ga nu gelijk het eerste item pakken. Het is deze, wow, deze wokpan. Hij is gewoon super diep, waar ik echt blij mee ben. Ik haal even dit ding eraf. Of hoe ga ik dit doen? Dit is de pan. Gewoon echt zo'n mooie zilveren onderkant. En dan is dit het ja, detail aan de binnenkant. Ik kan hem hier dan nog vasthouden. En hij is gewoon super diep en... ja, lekker zacht handvat. Dus ja, hier kan ik zeker mijn eten in gaan wokken. Helemaal zin in. En er zit ook een deksel bij. Dus ja, helemaal super. Mijn pannetje. Mijn eerste echte pan. Dit is mijn eerste pan gewoon, jongens. Ja, de hapjespan die kost €14,95. Dan heb ik nog wat items gekocht die gewoon echt heel erg handig zijn. Het liefst, ja, ik heb alles wel een beetje in hetzelfde kleurenthema. Dus mijn uitzet qua servies en zo heb ik echt in dat... beetje grijsbruin met zo'n bruin randje. En dan wil ik eigenlijk van handdoekjes en dat soort dingen alles of in het aardetint. Dus neutraal, beige of zwart. En ja, ik zag deze liggen en ik dacht top. Gewoon super simpel zwart. Dan heb je gewoon een pannenlapje wat gewoon echt heel erg handig is. Er zit ook een soort ja, detail nog overheen waardoor het niet uitglipt zeg maar. Van dat anti-slip. En ook een ovenhandschoen. Dus dat vind ik gewoon echt heel erg handig. En dan lekker in het zwart. Dus dat is dit. En deze kost hier €3,29. En dit is dus één setje. Dus dat is echt handig. Dan heb ik voor €8,95 iets gehaald. Ik zag dit gelijk. En ik heb het als allereerste in mijn mandje gestopt. Namelijk deze broodrooster. Oh mijn god. Dit wilde ik zo graag hebben.
om gewoon lekker je broodje te roosteren en dan lekker beleg op te doen. Pesto, tomaat, mozzarella, heerlijk. Dus dat is deze. Het is van het merkje Tristar. En dat herkende ik wel ook op bol.com en zo. Dus ik dacht, oh, dat is volgens mij best wel goed. Dus ik heb deze meegenomen. Ik laat hem nog lekker in de verpakking. Zodat, ja, als ik uit huis ga, dat het nog goed in de verpakking zit. Maar een broodrooster. Super blij mee. Echt top gewoon. Dan heb ik iets heel groots gehad. Namelijk een dwel. En ik zag het al wel vaker voorbij komen op YouTube en Instagram. Bij andere meiden die dit... Homelamp. Die deze ook hadden. Maar dit is echt multifunctioneel. En dat is dus ook gelijk een tipje. Deze dwel. Want kijk, je hebt hier dus zo'n hengsel. En dan kun je zo hoep, hoep. En dan heb je hier water en sopje. En dan spuit dat er zo hier zo uit. En dan kun je ondertussen gelijk dweilen. Dus je hebt niet zo'n emmer nodig met sop. Nee, dat zit gewoon allemaal in dit ding. Dus ik vond het echt ideaal. Kijk. Ik weet niet of het een beetje te zien is op dit plaatje. Maar er zit een waterspray in en nou, het is gewoon helemaal handig. En deze dwel die kost €9,49. Dan heb ik nog twee mini handdoekjes gehaald. En ik had eerst een ander setje, maar toen zag ik dit bij de gewone handdoeken liggen. En toen dacht ik, ja, dit vind ik wel handig. Want deze wil ik dan gewoon in de keuken doen als theedoek, zeg maar. Ja, zoals ik al zei, wil ik voor de kleuren zwart of neutraal gaan. En wit trouwens vind ik ook heel mooi. Maar in de keuken een witte handdoek moet je niet doen. Dat wordt gewoon echt super vies. En dan zie je dat allemaal zitten. En bij dit zie je het gewoon minder snel zitten. Dus ik heb gewoon deze handdoekjes gehad voor in de keuken. Dus dat is dit. En het is echt super zacht. Dus daar ben ik heel blij mee. En die kost, even kijken, €1,99. Dan heb ik maatbekers gehaald. En dit was gewoon een setje. En dan heb je de 1, 2, 3. Dus een grotere, wat kleinere en nog kleinere. Ja, dit is gewoon echt handig om te hebben als je lekker gaat bakken. Ik hou het wederom weer even in op plastic. Maar er zitten dus drie verschillende verhoudingen en maatbekers hierin. Dus hier ben ik echt blij mee. Het is gewoon plastic, dus super handig. En dit is ook echt vet goedkoop. Volgens mij is dit 99 cent en dan heb je er dus eigenlijk drie. Ja, oh nee, €1,99. En dan heb je er dus drie. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Dan heb ik deze ramenlapper of ramenwisser gehaald. Hier ben ik ook echt blij mee. Ja, misschien heel stom. Misschien denk je, hoe kun je hier nou blij mee zijn? Maar ik vind het gewoon handig en dit heb je gewoon nodig. Dus dit is zo'n ramenwisser en het is dus van dat zwarte roestvrij staal. Dus dat past weer helemaal mooi bij, ja, eigenlijk alles wat ik ook qua keukengerei heb ik ook alles roestvrij staal zwart. Dus ja, dat past gewoon allemaal helemaal mooi bij elkaar. Je had ook een plastic, maar ik vond deze net wat chiquer ogen. Dus ja, een ramenwisser of ramenlapper. Helemaal handig. Deze kost €1,99. Uiteraard moet je ook gaan bakken straks als je uit huis bent. Dus heb ik twee springvormen gehaald. Eentje voor een 30 centimeter cakeje. Het is gewoon eigenlijk heel erg simpel, maar echt handig en nodig. Als je zo'n boerencake wil maken of zo. Heerlijk. Dus daar heb ik deze voor gehaald. En ik heb gewoon nog een taartvorm gehaald. Dit is 26 centimeter, de diameter. Dus ja, echt top. De cakevorm die kost €2,99 en de springvorm €3,99 voor die taart. Om in een baksfeertje te blijven heb ik nog een garde gehaald. Die stond ook op mijn lijstje. Eigenlijk stond alles wat ik heb gehaald op mijn lijstje, dus ik ben echt blij. Maar een garder, altijd handig om je beslag op te mixen. Hij is dan wel met zilveren details, maar voor de rest is dit wel weer zwart. Dus dat vind ik dan wel weer matchen bij de rest. Je had ook plastieke of nee, van die rubberen gardes. Maar ik vond deze wat mooier, dus ik ben voor deze gegaan. Deze was 99 cent en daar ben ik blij mee. En dan last but not least, voor bakken, om het af te sluiten, heb je een deegroller nodig. Deze deegroller die kost €2,99 en is gewoon van hout. Vind ik altijd wel heel mooi en fijn. Dus dat is deze deegroller. En dan was dit eigenlijk alweer mijn uitzetshoplog. Action heeft natuurlijk een best wel snel en wisselend assortiment. Dus als er iets is uitverkocht, dan kun je eigenlijk al heel snel een vergelijkbaar product vinden. Dus dat is wel echt top. En ik ben ook heel erg benieuwd naar jullie. Hebben jullie al gespaard voor je uitzet? Zo ja, wat dan? Laat het weten in de comments. Wellicht heb jij al iets gespaard wat ik echt nog ben vergeten. Dus dan kan ik daar ook weer inspiratie op doen. Dus laat het zeker weten in de comments. En dan was dit dus de Action Uitzetshoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en inspiratie op hebben gedaan. Doe even een duimpje omhoog als jij deze video leuk vond. En vergeet je niet te abonneren. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als je een kijkje gaat nemen op mijn eigen YouTube kanaal. Dat is Floor Delver. Want ik maak ook heel vaak Action Shop with Mies. Dus ja, misschien dat jullie dat dan leuk vinden. Dus bedankt voor het kijken. En ik zie jullie misschien tot gauw weer. Doei!